hi. Misschien een beetje. Een beetje brok. Maar. Dit is mijn haar. Even mijn trui uit, want het is wat warm. Mijn energieniveau is een beetje. Niet heel hoog. Maar ik wilde per se vandaag deze video filmen. Want gisteren heb ik dus mijn diploma gehaald. VWO. En ja, het waren 6 leuke jaartjes. Leuk. Oh my god, de foto's. Ik heb met vriendinnen foto's gemaakt bij de green screen. Kijk hoe leuk. Oh, en het hartje sluit Danny aan. Maar kijk hoe schattig. Oh, de middelbare is afgesloten. Echt niks. Het is klaar. En ik heb zin in een nieuw haar. Okay, dus in ieder geval al weken heb ik het idee van. Oké, na mijn examenuitreiking wil ik mijn haar kort knippen. Dat wil ik dan zelf doen. Ik krijg een beetje flashbacks naar de ponykin video. Ik weet niet of ik het daar nog over wil hebben. Maar ik heb een huge schaar. Trouwens, vandaag is het dus donderdag. Donderdag 7 juli. Morgen heb ik een feestje. Ik hoef vandaag niemand meer te zien. Dus nu kan ik me gewoon heel hard in mijn eentje schamen. Voor mijn haar waarschijnlijk. Daarna kom ik op een feestje. En kunnen mijn klasgenoten, die niet meer mijn klasgenoten zijn, met judgen. Stel, mijn haar is echt heel slecht gelukt. Dan hoef ik niet eens naar het feestje te gaan. Dan hoef ik gewoon niemand meer te zien. Ik sluit gewoon op in mijn kamer. Nee, grapje. Zo erg kan het niet zijn. Oeh. Oh my god. Oké, wacht. Ik heb trouwens ook een kleinere schaar. Misschien is dat iets verstandiger. Kut, ik heb Pinterest verwijderd. Ik dacht dus ik heb mijn voorbeeld op Pinterest, maar ik heb nu. Ik moet eventjes Pinterest. Kan het online? Ja. Kijk, even fucking hell. Mooi. Ik weet niet of ik het kan poelen, maar ik had laatst nog mijn plukjes even een klein beetje bijgeknipt. Nou, laatste shot met de. Ik maak echt palmbomen van mijn haar elke keer met deze clips. Ik ga het gewoon nu doen, anders ga ik er echt fucking lang over doen. En. Oh, ik moet daar eens mijn haar kwijt. Oh my god. Nou, hier had ik mijn gala schoenen vandaan. Van de Bristol. Oh, fuck. Het is alsof ik moet vertellen wie mijn crush is. Misschien ga ik teleurgesteld zijn. Oh nee. Ik ga het doen, want ik wil het al zo lang. Ik zit hier echt elke dag over na te denken van, oh, dat is de datum dat ik dat ga doen. En de datum is nu en het moment is nu. En hierna heb ik kort haar. Het is niet erg. Het groeit erbij. Dat is echt niet het punt. Maar ik wil gewoon. Ja, ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet waarom ik zo moeilijk doe. In ieder geval. Eigenlijk zou ik nu allemaal TikToks van mijn haar before moeten maken. Maar ik ben daar gewoon te lui voor en doe niet aan TikTok. Ik weet precies wat ik aan het doen ben. Doe dit vooral na. En dan word je net zo cool als ik ben. Stap 1. Part your hair in your normal. Normal? Focus. Deze ook met staartjes maken. Ik ga dat niet doen. Ik heb daar geen zin in. Oh, sorry, dit is fucking veel haar. Thumbnail. Oh mijn god. Ik ga in de spiegel kijken. Oh, I like it. Ik vind het zo leuk. Ik jank bijna. Eeuw, dat ziet er heel lelijk uit. We gaan het nog mooi maken, oké? Okay? Het komt goed. Hey! Oh, er komt. Kut. Sorry, mama. Ik mag mijn eigen kamer stofzuigen, maar. Nee, we gaan er echt even een thumbnail van maken. Ja, mijn haar zit goed. Hier. Doep. En net wat beter. Het is zo dom, letterlijk. Dat was echt. Ik ga nooit meer YouTube doen na dit. Zo, haar in de bak. En de andere kant ook. Oh, kut. Ja, ik heb er niet zo heel veel over nagedacht. Hoe ga ik dit gelijk maken? Nou, ik begin wel gewoon met knippen. Super. Ja, we zijn nu al begonnen. We kunnen nu weer terug. Oh, het ging even heel erg scheef. Hallo? Hij doet het niet. Oh. Ja, dat ging niet heel. Het ziet er heel raar uit. Hij is letterlijk hier blond. En hier gewoon zo donker. Het is mijn grijze plukje. Of is het gewoon blond? Nee, dat is mijn grijze plukje volgens mij. Random plukje hier knippen. Stap 1 is gezet. Ik ga nu. Oh, dat ziet er. Hoe schattig is dit? Eerlijk? Nee joh! Waarom heb ik dit niet eerder? Dit is precies wat ik nodig had.
Man. Die heb ik echt het beste video-idee ooit. Dit poel ik beter of dan met mijn pony-video. Oh, ik denk dat ik mijn haar nog kort moet clippen, jongens. Want ik moet me... Ik ga nu terugkijken hoe dat eruit ziet. Even mijn full 360. Hoe kut, sorry. Ja. Nu ga ik hem kijken. Mijn review heb ik nog niet gemaakt. Ik heb het niet per se bewaard voor dit moment. Maar ik dacht wel van, oh, ja. Kan ik inzoomen? Ja. In de doos. Dat gaan we zo meteen begraven. We houden een ceremonie en we zeggen, je hebt een goede tijd gehad. Vaarwel. Nu komen we aan bij fase 2. En dat is dat ik laagjes ga maken. Trouwens, ik heb niet gekeken of het wel recht is. Dat bedenk ik me ook nu pas. Ik weet ook niet hoe ik dat kan fixen. Wacht, ik pak sowieso de kleinere schaar. Even verstandig doen. Ja, oké, dat is wel een beetje... Oké, jongens, we gaan eerst de laagjes maken. Ik ga me geen zorgen maken over de voorachterkant. Dat mag Denise doen. Ik denk eigenlijk dat ik zo een beetje een plukje pak. Ah, oh, Steffi heeft gereageerd. Oh, M zegt A, mooi! Wow, zo mooi. A, hartje, oogjes, hartje, oogjes, hartje, plukje pakken. Ik weet niet of ik het goed doe, maar... Ik heb dit ooit gezien of zo, ik weet niet. Ja, dat was echt niks gewoon. Ik wil mijn haar niet vernielen, maar volgens mij doet deze schaar het wel. Maar oké. Ik kom ook elke keer weer random plukjes los haar tegen wat dan zo net wat... Kijk, hier weer. Het is gewoon net wat langer. Kan dat... Oh my god, ik ga niet voor lul lopen op het feestje. Ik bedoel, niet helemaal voor lul in ieder geval. Chop. Hoe doe je dit? Dit is soort van Kim... Nee, niet Kim. Een van de Kardashians. Is hij van de Kardashians? Die meid die dan de komkommer gaat knippen. Ik snap gewoon niet hoe ik dit moet doen. Oh zo. Nee, man, dit is echt niet te doen. Oei. Au. Oei. Au. Oei. Ik wil nog korter. Ik wil echt korter. Waarom doe ik nou elke keer van die kleine rotstukjes? Wacht. Wacht, dan doet ze dit waarschijnlijk zo. En dan nu, zal ik maar zeggen, een bepaalde lengte. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Oké. En dan dit zo korter. Denk ik. Letterlijk. Harry Styles. Een cover. En er werd gezegd, I want her long blonde hair. Nou, niet aan mij, hè? Nou, ik bedoel, hij mag het hebben, maar... Ik heb hier wel heel leuk een prullenbak neergezet, maar ik zit toch maar naast te knippen. Ja, nog korter. Oh, deze kant moet nog... Ah! Het is heel toevallig. Mijn moeder zei vanmiddag nog van, ja, ik heb de stofzuiger hier in de oven staan. Als je hem nodig hebt, mag je even stofzuigen. Ik heb dus één grijze pluk in mijn haar. Ja... We're all nice. Ga eens zitten op de stoel. Hallo. Oh. Ah! Nee! Ja! Jezus. Wat vind je ervan? Kort. Ja. Kort. Kort, ja. Ik wilde dat heel graag. Ja. Oh, wat leuk ging dit. Het is een beetje bot. Dat... Ja, ik kan het niet. Ik heb zeg maar het zelf geknipt en ik zie echt ook niet hoe het daar aan de achterkant uitziet. Het is de volgende dag. Ik heb gedoucht. Ik ga het wel nog wat korter doen, dus ga je gang. En we hebben dus blijkbaar wel een kapperschaar. Wacht, laten we zien. Had ik die de vorige keer misschien gebruikt voor een video? Oké, dat kon ik me niet meer herinneren. Maar in ieder geval, ja, dat. Ik steek even. Maar je wilt het ongeveer tot hier. Ik wil het eigenlijk nog wat korter, denk ik. Nog wat korter. Oké. Je haar is nat. Dus Denise, wat zei jij net? Het voelde net alsof ik mijn Barbies aan het knippen was. Bij deze? Ja. Jill, Vanessa. Denise maakt me onzeker. Ze zei me, oh, je haar vult helemaal. Het bounced gewoon. Maar weet je dat ook al? Wat ben ik? Ik heb een hoed op. Ik heb gewoon mijn huis. Weet je wel van die speculaties, die huisjes die erop staan? Ja, van die gevels. Oh, zo. Pjoep, pjoep, pjoep. Ook nog een schoorsteen hier. Nice. Real nice. Nou, het is in ieder geval niet zo plat als wat ik niet leuk vond toen het nog lang was. Dus, ja, improvement. Ik ga Denise's haar nu voor de lol knippen. Ja.
Oh, ik sta mijn onderbroek. Dat zou niet. Oké. Okay. Ik heb een broek aan. Heel leuk. Je bent echt super grappig. Ah. Oh, sorry. Ik moet even voorzichtig doen. Onder naar boven. Ja, sorry. Stop. Ik weet niet wat ik goed doe, maar... Oh my god, ik ben zo erg positief. Nog een keer dubbel verrast. Ik kan gewoon nog een... Hoe heet dat? Clip in. Een paar dagen geleden heeft de kapster mijn haar geknipt. Er zit net wat meer laagjes in. Ziet er super leuk uit. Love it. Ik zou voor geen goud meer mijn lange haar nu terug willen. Echt. Het zit zo... Zo lekker. Super bedankt dat je hebt gekeken naar deze video. Ik vond het super leuk om deze video te maken. En... Ik kreeg echt veel complimentjes over mijn haar afgelopen tijd. En dat had ik niet verwacht. Dus bedankt allemaal.